Walter Capio is onverwoestbaar. De tv-coryfee is ondertussen maar liefst 73 jaar oud. En hij heeft 35 jaar lang gepresenteerd op de televisie en radio. En werd natuurlijk bekend door programma's als Binnen en Buiten, Hoger en Lager, De Kinderacademie, Walter's Verjaardag. Rad van Fortuyn. Rad van Fortuyn, voilà, inderdaad. Dat is toch al wel even geleden, toen was ik echt nog klein. Dus wat doet hij ondertussen dan? Nu woont hij in een appartement in Oost-Tuinkerke. Hij is echt gek op zijn leven aan de kust. Nu, we zochten hem thuis eens op en we zagen al meteen dat hij nog altijd even enthousiast en vrolijk is als vroeger. Zullen we daar hebben? Kom binnen. Eens kijken. Dat is hier mijn dagelijks uitzicht van op mijn appartement in Ranzé. Eigenlijk kan je het niet mooier hebben. Hè? Er ligt Frankrijk, Duinkerke, dadelijk Oostende en ertussenin, daar woon ik, in Oost-Duinkerke. Ik kwam hier vroeger een beetje wandelen, de tijd van het Rad van Fortuyn, want Aurore, mijn assistente, die haar ouders hadden een appartement in Kokseide. Ik kwam er soms een weekend doorbrengen en toen dacht ik, hier is het goed om leven. Waar is de tijd dat ik dan zei, mijn brilletje opzette, moest ik de vraag lezen. Hoeveel mensen hebben gevraagd, enzovoort, enzovoort. En dan kwam ik bij de mensen, hoger, lager. Rad van Fortuyn, dat was mijn allereerste foto bij VTM. Er is niet veel veranderd in feite. Ga je het zeggen? Ga je het zeggen? Ja, vallen en opstaan. Vallen en opstaan. Dat is ook een van de mooie dingen. Hè? Walter's verjaardagshow. Met de sleutels, met de dozen. En de spanning op het einde van... Gaat hij de koffer open krijgen met al dat geld erin? Wat is de tijd? Happy birthday, happy birthday. Ik wens je een gelukkige verjaardag toe. Happy. Als ik terugdenk aan al die dingen, dan heb ik zo'n beetje het gevoel, denk ik, like een fietser, een coureur of een voetballer die naar zijn trofeeën terugkijkt en die zegt, eigenlijk heb ik daar wel goed gekoerst. Hè? Als ik nu op straat loop, ervaren dat de mensen nu nog altijd herkennen en erkennen als iemand die hen vreugdevolle momenten heeft bezorgd, dan ben ik daar heel blij om en dan ben ik er ook fier op. En hij mag best fier zijn, hè? Zeg maar, wat doet hij dan eigenlijk buiten wandelen in Oost-Duinkerke en op zijn balkon staan? Ja, pas op, hij is met veel bezig. Vanaf juni gaat hij met iets nieuws op tour eigenlijk. Walter's Mooiste Momentenshow. Alright, dus weer een televisieshow. Nee, geen televisieshow. Het is een theatertournee, Walter's Mooiste Momentenshow. En hij blikt eigenlijk terug op zijn toch wel imposante carrière in televisie en radioland. Er zitten mopjes in, de rode spelletjes gespeeld. Aurore, zijn assistent uit het Rad van Fortuyn, die is ook nieuw van de partij. En ik weet niet of je het gezien hebt, maar tegenwoordig acteert Walter ook, want daarnet was hij in de telenovela Ella te zien. Ik kan toch niet stilzitten, zeg. Echt niet. Want af en toe vragen ze me wel eens voor een presentatie, voor een show in een zaal. Zo. Dan hadden ze nu gevraagd voor Ella. En ja, dat is iets helemaal anders. Hè. Dat had ik nog nooit gedaan. Ik dacht dan, allee, kom, weer eens tussen die camera's. Tussen die artiesten ook, want dat vind ik ook wel belangrijk. Hè. En weer die sfeer die ik heb mogen snuiven. Ja, waarom niet? Anthony is hot, hè. Oh, maar Sascha had een haard. Is er anders ook al hot? Nee, ik bedoelde, we krijgen zeer veel kijkersbrieven waar men naar u vraagt. Hè? Ah, dat soort hot bedoel je? Ik heb er mijn best gedaan. En, het is een ervaring meer, hè? Dat is wel goed, ja. Maar zeg, het is niet met mijn haar veranderd, het is dat natuurlijk mijn stem ervoor veranderd is, Walter. Ja, ik mag het hopen, hoor, want ik heb nog een grote verrassing voor jou. Ik heb geen nood aan nog verder grotere activiteiten op televisie enzovoort, niet echt. Maar daarom denk ik dan eerder aan de zalen, hè, waar ik mensen wil entertainen. Dat is toch ook het belangrijkste. En dan hebben ze de Walter's Mooiste Momentenshow ontwikkeld. Hè. Gewoon met de kapstok. En dat zijn de hoogtepunten van die verschillende programma's die ik gemaakt heb. En waar de mensen echt van genoten hebben. Zodanig dat ze zeggen, tja, want ik ga kijken, we gaan er weer van genieten. Hè. Dat is mijn bedoeling en ik hoop dat dat lukt, hoor. Ja, vanaf 24 juni kan je naar de Walter's Mooiste Momentenshow gaan kijken in de Zuiderkroon in Antwerpen.